speciaal welkom voor de winnaar. Het is een pleasure om hierbij aanwezig te zijn bij de oplevering van de tweede fase hier van de restauratie aan de Tasmanstraat. Want in 2009 zijn we hier begonnen en we hebben de ronde weer af met de muurreclame die nu gerestaureerd zijn hier beneden. De restauratie is verricht door Jenny Weerse en René Klarenbeek. René zal straks nog verder ingaan op de specifieke restauratie. Ik zal iets meer vertellen over de historie van het pand en de reclames. Nog even terug naar het begin, naar het pand. Het pand dat hier staat, dat is uit 1905. Gebouwd voor meneer De Haas. U ziet zijn naam boven langs. En door de architecten Hoek en Wouters, bekende namen hier in de omgeving. Projectontwikkelaars Avant en Lettre hier in Den Haag in de 19e eeuw. Ik sta hier met Koos Avelaar. Waarom is het zo belangrijk dat deze muurreclames blijven bewaard? Nou, het vertelt het verhaal eigenlijk van de kleine middenstand in wijken. En het laat ook zien hoe mensen met elkaar communiceren in die tijd. Hè. Deze reclames zijn tussen 1905 en 1910, 15 ongeveer geschilderd. En ze geven een heel mooi beeld van wat voor bedrijvigheid hier ook in de buurt was. En ze zijn qua beeld natuurlijk ook heel leuk, nostalgische gedachten erbij en zo. Dat geeft natuurlijk een hele swing aan zo'n muur. De Haas was drukker en uitgever. Dat deed hij dus hier beneden en had aan de voorkant een winkel. En de familie woonde dus op de etages. Nou, zoals u ziet was de Haas een slimme zakenman en verhuurde zijn blinde muur. Hij zette er uiteraard eerst zijn eigen naam op en vervolgens ging hij de vlakken verhuren aan allerlei maatschappijen of firma's in de buurt over het algemeen. Die daar voor moesten betalen. Over het algemeen ging dat per vierkante meter. En daar konden ze dus hun reclame erop zetten. Waarom zitten hier eigenlijk op deze plek op de straat ineens al deze reclames? Ja, dit is een heel bijzonder verhaal. Dit is eigenlijk een tracé van een stoomtram die hier tussen 1900 en 1915 heeft gelopen. En op deze locatie aan de Tasmanstraat was er een halte op die stoomtram. En de mensen die hier stonden te wachten konden dus die reclames lezen. Het was een hele grote blinde muur. En dat werkte op heel goed. Waarom was dat nou zo'n succes, deze muur? Waarom kon je dat ook verkopen? Dan moeten we even terug naar een situatie zoals die hier was in 1905. En dan staan we eigenlijk op een tramspoor. Een stoomtram liep hier langs. En dat was een aftakking van de stoomtram die liep van het Hollandspoor naar Scheveningen. De huidige lijn 11-lijn, dat was in 1886 een stoomtram die dus daar langs liep. En vanaf de Laan van Meerdervoort bij de Rijnkestraat kwam er dus een zijspoortje. Dat liep hier achter de huis door, achter de Laan van Meerdervoort door, hier zo, die kant op. Naar de toren ziet u een Vredespaleis, dat was het eindpunt. Daar stond een station, dat station staat er nog steeds, daar zit de Soefi-gemeenschap inmiddels in. Is een mooi voorbeeld van herbestemming. En dat treintje dat liep hier dus vanaf 1900 tot 1915 ongeveer. De eerste jaren werd hij ook echt gebruikt voor personenvervoer, tot 1907, 1908 of zo. Daarna voor goederen en eigenlijk het belangrijkste was de bouw van het Vredespaleis in 1911, 1913, dus alle bouwmaterialen kwamen over dit spoortje daar naartoe. Ja, de muurreclames die hier nu gedaan zijn, zitten in de periode 1906, 1910. En dat begon natuurlijk bij de straatkant, de firma Pelger, nog steeds bestaande bedrijf. Dit is niet de reclame die u boven ziet, zeg maar, er zit nog een reclame onder. Beeldige letter, een was geel. Die reclame is niet helemaal overgeleverd, dus dat kon niet meer dan dat worden. En die reclame die erover zit, is waarschijnlijk in de jaren 20 pas gekomen. Maar daar begon het. Nou, daarna kwam De Wild, de coiffeur van de hoek hier in de Oberstraat. U ziet daar ook weer iets bijzonders.
Hij overstaat 54, maar je ziet als hij dichtbij staat dat de oude nummering, want hij woonde dus op 33 aanvankelijk. Monumentenzorg zit inderdaad in mijn portefeuille. Dat is misschien wel een van de mooiste onderdelen in mijn portefeuille. Ik geniet daar bijna elke dag van. Zeker als je realiseert dat je verantwoordelijk bent voor erfgoed, hè, cultureel erfgoed, erfgoed. En dat je dan in den lande de vierde gemeente bent, althans als monumentenstad. Dus Den Haag vervult daar een hele belangrijke rol in. En als je zo in deze mooie stad rondloopt met zo'n 2200 monumenten, waarvan bijna de helft rijksmonumenten zijn, en dan zie je ook nog heel veel gevelarchitectuur, en dan zie je ook nog het Indisch verleden in onze architectuur heel nadrukkelijk aanwezig, dan zie je gewoon dat wij een unieke stad zijn. Nou, vind ik het leuke dat er op diverse plekken in de stad overal zie je ze nog tevoorschijn komen. En dan wel heel bijzonder dat op Hollandspoor ook ineens zo'n reclame tevoorschijn komt. Zonder dat die weg is. Hè? Ja, nou ja, dat was inderdaad natuurlijk heel onverwacht. Ja, een sloop van een pand en dan ineens in een gevel, of een zijmuur eigenlijk, ontstaat dan dan zie je ineens zo'n reclame. Dat is grote verrassing. En het was ook een hele oude reclame trouwens. Die is van rond 1900, 1905 of zo. En heel bijzonder nog, omdat hij zo beschermd gezeten had, ook nog heel mooi van kleur. En het maakt het ook uniek als je inderdaad dit soort dingen ook tegenkomt, waarvan ik zeg, dit is inderdaad reclame. Hè? Ik bedoel, dit is reclame. Maar dit is ook erfgoed. Dit is gewoon niet alleen monumentenzorg waar we dan heel prudent mee om moeten gaan, maar dit is gewoon erfgoed wat wij gewoon met elkaar moeten willen koesteren. Mogelijkheden of we reconstrueren een reclame zoals die dus destijds geweest is, of we restaureren de restanten die dus nu nog zijn. En eigenlijk heeft het onze voorkeur, en ik werk samen met mijn collega Jenny Medersen, om als er nog materiaal is wat nog de moeite waard is, om dat materiaal eigenlijk iets te versterken zodat het weer zichtbaar wordt. Als je een reconstructie uitvoert, dan voeren wij dan altijd uit in standolieverf. Dat is de verf waarin het oorspronkelijke schilderij ook, de schildering ook aangebracht is. Dat is een zeer glanzende, zeer aanwezige verfsoort. Als we dus niet die reconstructie uitvoeren, maar we willen toch met het aanwezige materiaal, om dat tot iets te versterken, dan brengen we dus transparante lagen aan. Dat hebben we in dit geval ook gedaan. Dus ook boven, maar ook beneden is dat gedaan. Wat doen jullie de stichting nog meer, behalve muurreclames bewaren, zeg maar? Nou, we zijn natuurlijk heel breed bezig met de industrie, het verhaal van de industrie. Zo zijn we nu bezig, heel druk bezig met de Binkhorst als industrieterrein. En daar zijn we de geschiedenis van aan het beschrijven. Eigenlijk de voorgeschiedenis tot 1900, maar ook de hele 20e eeuw, waar natuurlijk heel veel gebeurd is in het gebied. En alle bedrijven die daar gezeten hebben en de geschiedenis daarvan. Dat is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van de Haagse ontwikkeling geweest, de economische geschiedenis van Den Haag, waar duizenden mensen hebben gewerkt in de loop der jaren. Ja, dat moeten we proberen vast te houden. Was dit natuurlijk ook een manier van communiceren toen? En nu, als je het hierover hebt, ja, ik bedoel, als je nu naar het EK voetbal kijkt, dan zie je gewoon hoe belangrijk reclame, hoe belangrijk communicatie is. En dit is allemaal toen ook al bedacht door meneer De Haas en de zijnen. En het is werkelijk fantastisch. Dus het is mij een eer en een genoegen om Eerval hier aanwezig te zijn. Ik ben er ontzettend trots op. Hartelijk dank Eerval dat jullie dit doen. En ik hoop dat dit is het tweede wat wij eigenlijk een beetje gezamenlijk gedaan hebben. En wat mij betreft moeten we steeds proberen in die stad in te duiken en te kijken waar een gegeven reclame is. We moeten dat op de een of andere manier ontsluiten, want alleen op die manier laten we zien dat wij niet alleen een monumentenstad zijn, maar dat wij een erfgoed hebben om ervan te houden en om dat in ieder geval te koesteren. Dus hartelijk dank voor uw aanwezigheid en dank in ieder geval dat uw organisatie dit op zich heeft genomen. En jullie doen fantastisch werk en uiteraard dank voor deze muurkracht. MUZIEK